Eerder dit jaar moest carnavalsvereniging De Dolle Instuivers haar programma drastisch aanpassen. Geen dolle avond aan de Rijn en geen optocht door Renkum. Zaterdag 25 juni zou er wel weer een bonte stoet door Renkum trekken. Maar deze keer geen traditionele optocht. Ja, het belangrijkste verschil is natuurlijk dat we deze optochten nu in de zomer gaan organiseren. Terwijl we dat normaal gesproken tijdens de carnaval meestal eind februari doen. En de aankleding van de wagens zal natuurlijk heel anders zijn dan in de winter als we dat organiseren. Want de wagens zijn aangepast. Wat is er precies veranderd? We hebben wat wagens die we altijd gebruiken. Zoals de senaatswagen en de prinswagen en de wagen van de raad. Die gaan we helemaal omtoveren met slingers, attributen. Zodat die een zomerse look krijgen. En hier wordt een geheel nieuwe wagen voor dit evenement gebouwd. Door onze bevriende vereniging de Cuneheren. En met wie we dat samen gaan organiseren. Ja, het programma van de Dolle Instuivers is een jaar niet doorgegaan. De spanning is flink opgebouwd. Gaat het nu zorgen voor meer publiek en meer vrijwilligers? Publiek, daar hebben we hele hoge verwachtingen van. Iedereen heeft er weer zin in het feestje. En we gaan er ook vanuit dat dat bij ons ook het geval zal zijn volgende week. En zeker als we zomers omstandigheden hebben zoals vandaag, dan kan het niet fout gaan, zou ik haast zeggen. Ja, de mannen achter u zijn hard aan het poetsen en aan het schrobben en de wagen aan het klaarmaken. Hebben we ook meer vrijwilligers dit jaar? Ja, we hebben meer vrijwilligers omdat we dit organiseren in samenwerking met onze bevriende carnavalsvereniging de Cuneheren uit Renen. En de vrijwilligers van beide verenigingen die gaan we nu samenvoegen. En we maken ons sterk om er een geslaagd feest van te maken. Gaan we nou voortaan alle optochten naar de zomer doen? Ik moet zeggen, als dit deze keer een succes wordt, dan hebben we toch al wel in het achterhoofd zitten om het ook in de komende jaren mogelijk te gaan organiseren. En dan zitten we te denken aan een afwisseling tussen Renkum, onze carnavalsvereniging De Dolle Instuivers en de Cuneheren. Misschien is het wel de toekomst. Wie weet, ja. Dan hebben we nog meer feestjes te vieren door het jaar heen. Ja.